Welkom weer terug bij een nieuwe aflevering hier op mijn Skyblock. In de vorige aflevering heb ik deze prachtige cobblestone generator gemaakt. Dit een mooie farmpje gemaakt. Alex, wat doe jij hier? Het was de bedoeling dat ik achter je ging verstoppen, oké? Oh, Alex, maar dan is het even fout gegaan, want ik heb je nu al gevonden. Oké, wacht, doe je ogen eens dicht. Oké, ik heb ze dicht, En nu, zeg maar als je verstopt bent. Open! Alex, je sprong letterlijk toen je open zei. Dus... Je hoorde ze toen nog dicht te hebben! Ja, sorry, oké. Ik kan er ook niks aan doen. Je snapt de regels helemaal niet van verstoppertje. Je zei open, toen deed ik mijn ogen open. Okay, maar niet uit, Alex. We gaan geen verstoppertje spelen vandaag. We gaan vandaag Skyblock spelen en dit is die van mij. Wat vind je ervan? Ik vind hem wel een beetje vliegend. En oh, er is hier een pompoen. Mag ik die hebben? Ik heb hem al. Ja, die mag je hebben. Die mag je helemaal hebben van mij. Giel, heb je ook een schaar toevallig ergens liggen? Een schaar? Nee, dat heb ik niet, want ik heb niet zoveel iron nog. Ik ben eigenlijk echt pas net begonnen, dus we hebben nog niet heel erg veel spullen vandaag, maar... Ben jij dit? Dit is mijn minion en die hakt voor mij. Dus als je daarop klikt en je gaat zeg maar op opslag 1, dan kun je zien wat hij al allemaal verzameld heeft. En dan ga ik even uitpakken. Ik kan er niet op klikken. Hij zegt hij is niet van jou. Ja, nee, dat klopt. Je mag niet aanzitten, man. Jij bent het. Ja, nee, dit ben ik inderdaad. Ik lijk er wel een beetje op, toch? Ja, de neus vooral. Ja, wat? De neus voor... Wat zeg je? Okay, ik weet dat ik een grote neus heb, maar het is niet aardig om te zeggen. Want jij zegt dat je erop lijkt. Jij begon ermee. Ja, oké, is waar. Maar Alex, ik heb jou hier vandaag uitgenodigd voor een reden. Want ik weet, Alex, jij kan heel erg goed bouwen. Ik vind jouw huis er altijd heel erg mooi uitzien. En zoals je ziet, heb ik nog geen huis. Dus ik dacht, misschien kan jij me helpen? Als jij mij allemaal blokken geeft... Ja, ik kan jou allemaal blokken geven. Dat kan ik doen. Hier, kijk, dat zou perfect zijn. Dan kan ik bijvoorbeeld ook deze pompoen hier gebruiken. Deze blokken. Deze. Oh, wow! Deze. Kijk eens even. Dat heb ik allemaal voor jou, hè. Dit is wel heel veel hout. Maar heb je ook stenen? Stenen, ja, echt maar een paar. Maar ik kan er wel wat meer hakken voor je als je dat wil. Ja, dat is goed. Als jij meer steen hakt, waar wil je het huis überhaupt hebben? Heb je een plek waar je hem specifiek wil hebben? Misschien moeten we eventjes iets van een... ik zit even te denken. Misschien moeten we gewoon even iets van een platformpje bouwen. Heb jij toevallig geld? Toevallig? Heb jij geld? Geld? Geld. Aan de rechterkant kun je dat zien. Heb je geld? Oh, ik heb 2000 euro! Oké. Kun jij op die endcrystal klikken en dan ga je naar serverwinkel? Serverwinkel. En dan naar blokken. En dan kun je dirt kopen. Ik ben niet zo snel. Blokken. Dirt. En dan even, dan klik je daarop en dan klik je op koop meer, helemaal onderaan. En dan klik je echt iets op van 3 stacks of zo. Dan ga ik even een platform maken voor jou. Of dat mag jij doen, dat mag ook. Oké, ik heb 3 stacks, ik ga bouwen. Hey, let's go. We gaan echt het beste huis ooit bouwen, Alex. Ik weet het zeker. Dit is zo cool, ik heb zoveel geld hier aan uitgegeven. Ja, dat is wel zo. We gaan echt een mooi huis bouwen, ik voel het. Daarom, ik ben echt blij dat je er bent vandaag, Alex, want ik had dit alleen nooit gekund. Nee, want je hebt niet genoeg geld zeker. Dat is het ook. Ik heb je niet voor het geld uitgenodigd, oké, Alex? Ja. Het eerste wat je vraagt is of ik even 700 euro uit kan geven aan een paar blokjes zand. Ja, sorry. Ik heb het nodig, oké? Anders dan kunnen we nooit een mooi huis bouwen wat uiteindelijk voor mij wordt. Nee, jij mag hier altijd langskomen. En wat? Jij van mag jou? Hier ook in wonen. Nee, van ons, zeg je dan. Ik wou net zeggen. Van ons. Je hebt helemaal gelijk. Nee, het is van ons. Ik denk dat een beter idee is, anders dan wil je daar dat huis niet meer voor mij bouwen. En dan ben ik ook heel verdrietig, weet je wel. Ik heb al 20 steen gehakt, dus dat kunnen we dadelijk lekker gebruiken. Wat voor een huis wil je eigenlijk gaan bouwen dadelijk? Gewoon een groot huis, maar ook weer een klein huis. En dan weer een groot huis op het kleine huis, denk ik. En dan maken we daar een groot huis van in totaal, door daar weer een klein huis van te maken. Oké, Alex, je gaat je gang maar. Ik heb er vertrouwen in. Maar het moet wel een beetje mooi worden, hè? Want ik wil natuurlijk wel het mooiste eiland ooit bouwen, zeg maar. Oké, ik ga even denken wat ik ga maken, hoor. We hebben birch logs. Ja. Dat kunnen we gebruiken. Maar die blauwe stammen, die kun je dus nergens krijgen op de hele server. Die heb ik dus uit zo'n crate gekregen net. Dus die is heel zeldzaam. Daar kun je misschien iets vets mee doen. Oké, ik merk dat je inderdaad een beetje arm bent vandaag. Eerst nodig je mij al uit omdat je zelf geen cent te makken hebt. En nu heb je nog deze diamant voor me. Wat? Daarvoor heb ik je echt niet uitgenodigd. Ja. Nou ja, ik ga tenminste beginnen aan het bouwen van het huis. En daarvoor wil ik eerst een grote ondergrond hebben van deze birch planks die ik hier ga plaatsen. Ik zet hier 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 neer. En dan hebben we er 11 in de lengte. Laten we er dan zeggen 9 in de breedte misschien. 1...
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En dan maak ik daar een platform van. Zodat we op dit platform zo meteen het huis gaan bouwen. Zodat we wat hoger zitten dan de rest. Dan komt er overstroming, wat ik niet denk dat gaat gebeuren, maar... Ik vind het er echt geweldig uitzien, Alex. Dit is top. Ja, ja. Dit is een mooie grote, ook een mooi starterhuisje, weet je wel? Ja, toch? Ja, en wat vind je eigenlijk van dit? Want ik heb dit de vorige keer gedaan, een roze platform. Maar ik weet niet. Ik had nog nooit met een blok gebouwd, dus ik dacht ik doe het even. Maar ik ben er eigenlijk niet zo tevreden over. Ik vind het niet zo mooi eigenlijk. Ik vind roze een beetje een lelijke kleur. Het is een beetje een meisjeskleur. Weet je wat nog meer een meisjeskleur is? Paars toevallig. Ga je dat zeggen? Paars. Oh, oké. Okay. Ik wist het. Ik voelde het al aankomen. Jongen. Alex, potverdikke man. Wat voor hout zal ik nog meer gaan gebruiken? Ik kan deze spruce logs gaan gebruiken. Het is best wel mooi hout. Zeker als je het pelt misschien ook. Oh ja! Ik denk dat ik dit ga gebruiken als combinatie voor het huis zo. Ik dacht, jij wil sowieso dat blauwe hout wel gebruiken, want de kleur blauw, weet je wel. Ja, maar het is een beetje blauwgroenig. Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ja, dat is waar. Het is niet echt blauw hout. Dat klopt. Het is een beetje een vieze kleur inderdaad, ja. Ja, precies. Kun je volgens mij halen in de nether of zo. Of zo mooi. Of in de deep dark. Ik heb geen idee. Ik moet echt nog even veel bijleren van Minecraft. Zo, ja, jij sowieso. Je bent echt een Minecraft noob, denk ik soms. Wat zeg je? Dat je soms gewoon echt een Minecraft noob bent. Hoe noem je mij? Een Minecraft noob. Oké. Nou, dat ga ik onthouden. Ik vind het niet aardig van je, hoor. Oké. Nee, ik vind het wel aardig dat je dit huis bouwt. Ik vind het echt geweldig eruit zien al. Ik weet niet wat het wordt, maar ik laat je helemaal je gang gaan. Ik heb er vertrouwen in. Nou ja, ik ben aan het beginnen met het maken van wat palen. Dat doe je bij een echt huis ook altijd. Dan ga je eerst gewoon maken hoe het wordt een beetje. Mm-hmm, en daarna de muren invullen. En dan ga ik het mooi maken, hopelijk. Oké. Ik ben heel erg benieuwd. Ik kan niet wachten. Oh, ik heb hier weer wat hele mooie blokjes gehakt. En oh, ik heb bijna anderhalve stack steen. Hè? Je hebt toch nog wel steen nodig, hè, hoop ik? Ja, ik denk het wel. Ja, heb ik nodig. Maar wil je dan het steen gesmolten hebben, zodat er bricks van worden gemaakt? Dat is wel iets mooier dan cobblestone, toch, denk ik? Ja, wil je het smelten? Ja, dat kan. Ik heb gewoon een oven. Ja, zeg maar. Ja, ik heb er eigenlijk een ander idee mee. We hebben gewoon cobblestone nodig. Gewoon cobblestone. Oké. Is goed. Ik heb al een hele hoop gehakt, dus dat moet goed komen. Even kijken. Ik ga het zelfs voor jou hier zo even in... Zie je hier de chesten waar ik sta? Ja. Kijk. In deze kist ga ik het stoppen voor jou. Hier, oh, dankjewel. Dit is perfect. Trouwens, ik wil wel dat het in de oven gaat. In de oven... Oké. Dan ga ik dat regelen. Ik heb er een idee mee gedacht. Dat is mooier als het in de oven gaat. Komt goed. Maar ik dacht, je bent zo hard aan het werk, je zult wel honger hebben. Ik heb hier eventjes een paar lekkere meloentjes voor jou. Oh, lekker! Ja, dat kan ik inderdaad wel goed gebruiken. Ik had inderdaad wel honger. Ik had niet eens door. Oh. Even kijken, we gaan het dus eventjes uit de chest pakken. Zo, en we pakken het steen. En die oven, die staat hier beneden. Dat is eigenlijk helemaal niet meer zo handig. Ik zei de vorige aflevering dat ik het wel een mooi plekje vond. En dat is het eigenlijk ook wel. Maar het is niet heel erg handig. Je kunt er niet makkelijk bij of zo. Dus laten we dit gewoon allemaal maar eventjes weghakken. Dan gaan we weer even naar boven. En dan gaan we langs deze crafting table zo plop, plop, plop. Deze oven, bam, neerzetten. En dan even kijken. Steen erin. Zo, en kool. Oeh, ik moet echt door gaan minen, Alex. Want ik heb maar 3 kool. Ik hoop echt dat het genoeg is. Oh, dat is niet veel inderdaad. Kan je hier ook kool uithalen? Oh ja. Wow, dat is zo handig dat dat kan. Oh nee. Oh, dat ging nog maar net goed. Ik doe hem erbij. Oké, Alex, ik moet zeggen, het begint er uit te zien als een huis. Ik vind het mooi. We hebben alleen nog die stenen even nodig. Ik heb daar namelijk een idee mee. Als ik hier een klein rondje van maak. Zou je misschien nog een extra oven kunnen gebruiken, dat het wat sneller gaat? Is dat fijn? Of denk je van, nou, is niet echt... Bricks meemaken. Een extra oven. Daar zeg je me misschien wel wat. Maar dan hebben we wel meer kool nodig ook. Oké. Ja. Ik heb hier nog sowieso 1 kool. Dat is niet heel erg veel, maar ik denk wel dat het van nu wat sneller gaat. Dus ik maak snel eventjes zo een oven. Kijk, en dan doen we zo. En dan zo en zo. Kijk, dan zit er nog wat meer steen te smelten in de oven. Alleen, ik heb zo'n probleem met die cobblestone generator, Alex. Het is niet leuk. Er gaat heel erg vaak een blokje in de lava. Dus. En dat is echt het is zo vervelend. Dat is een beetje maf. Ja, dan zit ik allemaal te hakken en dan hoop ik het in mijn inventory te krijgen. En dan valt het gewoon in de lava. Ja, dat is niet fijn, hè. Ik zei toch dat je een Minecraft noob was? Minecraft, dat heeft er niks mee te maken, Alex. Tuurlijk wel, een echte Minecraft pro zou dat niet overkomen. Ja, maar oké, wacht. Ik ben nu al wat beter bezig. Ik vang meer blokjes op omdat ik even telkens een stukje naar voren ga. Dit werkt. Hebben we trouwens ook glas? Glas? Dan moeten we eerst sand kopen. Maar misschien kan ik wel wat kopen. Wacht, laat me even kijken. Is dat zo duur? Ja, dat is echt heel erg duur. Even kijk, misschien is glas gewoon goedkoper. 17 per stuk. Oké, weet je wat? Zand gaan we doen. Ja, doe het dan maar met zand inderdaad. Ik heb nu 11 zand. Het is niet heel erg veel, ik weet het.
Kan je er nog één... Nee, we hebben er wel genoeg aan, denk ik. Oké, weet je wat? Ik doe dit er even in zo. Kijk. En dan... oh jeetje, heb ik eigenlijk nog wel zeppelins of zo gekregen? Oh, let's go. Ik heb een zeppelin. Ja, nice. Waar dan? Huh? Heb ik hem niet opgepakt? Wat is dit nou weer? Jongen. Ik moet echt even een zeppelin hebben of zo. Want we hebben gewoon bijna geen hout meer. Uh-oh, dat is wel een probleempje. Ja, dat is een heel groot probleem. Oh nee. Wat stom. Oké, weet je wat? Ik ga hier gewoon het glas in doen zo. Kijk, oké, Alex. In de rechteroven zit nu dus wat glas te smelten. Als je daar nog wat meer... Heb je nog meer dan 10 glas nodig, denk je? Misschien wel. Ik weet nog niet of ik dik glas of dun glas moet gebruiken. Ja, precies. Oké. Ja, ik zou dan misschien gaan voor dun glas. Want het is best wel duur om te kopen. Of het moet zijn dat jij mijn eiland klopt, nog even maar een de stukje ramen sponsor, die zijn een beetje anders dan normaal. Normaal kan het wel, maar als ik hier dun glas tussen ga doen, dan ziet dat er niet mooi uit met die ladder, met die trappetjes. Ja, precies. Ja, ik snap het. Oké, mijn pickaxe is bijna kapot, maar daar heb ik een trucje voor. Reparo. En hij is weer heel. Let's go. Oké, en dan gaan we dit ding weer eventjes verder hakken. We hebben alweer bijna een halve stack. En oh nee, ik zit te hakken voor die kool en dan valt die kool weer in de lava. Oh, dit is noob, zo stom. Noob. Ja, Alex vindt me echt een noob, hè. Nou ja. Alex, ik slik het wel gewoon, al die opmerkingen van jou, zolang ik maar een mooi huisje krijg. Waarom heb je blokken voor de deur geplaatst? Mag ik er niet in of zo? Ja, omdat ik even op het dak moest komen, maar ik had nog geen ladder om op het dak te komen. Ah, maar dit ziet er wel echt heel erg vet uit. Maar Alex, je weet dat je ook gewoon kan vliegen, hè? Wacht, wat? Ja, je kan gewoon slash fly. Slash fly? Kon je me dat niet eerder vertellen? Ja, sorry. Nou, kijk, nu kan je nog sneller bouwen. Dus wanneer kan ik dat? Sinds dat je YouTube bent. Oh, YouTube wat? Ja, dan kan je gewoon vliegen. Dat is gewoon makkelijk, toch? Ja, Oké. Ik heb zelf nog niet echt iets gedaan vandaag waarvoor het makkelijk was om te vliegen. Dus ik was er gewoon nog even niet opgekomen. Maar ja, ik denk wel dat het... dit gaat wel een stuk sneller zo natuurlijk. Dan kun je net zo goed de hele villa bouwen meteen. Nee, dit is inderdaad wel een stuk beter, inderdaad. Ja, dat is snel, hè? Hoppa, ik heb alweer bijna een hele stack cobblestone, Alex. Dit is helemaal top. Maar heb jij nog meer nodig eigenlijk? Ja, best wel. Ja? Want je gaat een heel cobblestone dak maken. Ja, het hele dak moet er nog mee gemaakt worden. Ja, precies. Dat gaat er wel heel erg gaaf uitzien, denk ik. Ik vroeg me af, heb jij één iron? Ja, toevallig heb ik echt nog maar eentje. Hier. Oh, mag ik die? Ja, zeker. Hier, alsjeblieft. Die heb ik namelijk nodig. Met deze ene iron kan ik iets speciaals maken. En dat is deze stone cutter. Op die manier besparen we echt superveel steen bij het maken van het dak. Hoe heb jij dit zo uit je hoofd gemaakt? Ik snap nooit hoe dat je dat soort dingen maakt. Nou, het is echt super makkelijk om te maken als je het eenmaal weet. Oké. En wat ik hier nu moet doen is, hier moet ik nu een mooi dak van maken. Hoe ik dat ga doen, dat is alleen met een soort ribbel hier en daar. Oké. Het ziet er nice uit. Oké. Ja, dit is een heel erg mooi dakje zo. Oh, dit is dankjewel. Leuk. Dit is een heel erg vet huis. Ja, ik vind deze heel erg cool. Heb je mooi gedaan. Oh, ik heb al zoveel steentjes gehakt, Alex. Het is niet Giel. Te geloven. Ja. Wat is er? Het kool is op. Het kool is op. Oh nee. Dit is niet goed. Ik heb geen kool meer. Ik heb er wat hout in gedaan in de tussentijd. Oh ja, dat is in principe wel een goed idee. Heb jij nog stronken over die je niet meer gaat gebruiken toevallig? Ja, best wel. Oké, kun je die naar mij toe gooien? Want dan, ik ben benieuwd of dat ik hier ook charcoal van kan maken. Kijk, want dat is misschien wel een goeie. Want op dit moment krijg ik echt maar heel weinig... Want op dit moment krijg ik maar heel erg weinig kool uit de cobblestone generator. Dus die moeten we ook echt even gaan upgraden. Hoe duur was het ook alweer? Is upgrade. Zo, eens even kijken. Oh, 10.000 is dat om te upgraden. Oké, dat is wel te duur. Ja, dan wordt de cobblestone generator dus beter. Maar ja, dat is wel een beetje te duur eigenlijk. Dat is inderdaad wel erg prijzig. Ja, oh. Oké, ik ben in ieder geval charcoal aan het maken. Dus dat is mooi. Dan kunnen we in ieder geval doorstoken met die ovens hier zo. Ik ga gelijk nog een oven erbij maken. Dan kunnen we dadelijk gewoon nog sneller wat spulletjes krijgen. Kijk, die zet ik hierop. Zo, niet meer naar achter lopen, want ik kan niet meer. Er staat een oven nu. Oké, we hebben hier wat kool. Dat doen we hierin met wat steen. Ja. Oké, nu heb je weer twee ovens die steen aan het produceren zijn. En nu ga ik weer even wat cobblestone hakken, want ik denk dat je misschien nog wel wat meer nodig gaat hebben. Oh, dit wordt echt heel erg mooi, Alex. Ik had geen beter persoon kunnen hebben dan jou met dit huisje. Dit ziet er echt top uit. Ja, lief, hè? Ja, ik weet het. Ik kan wel lief zijn. Ja, ik noem je niet de hele dag noob en zo, weet je wel, en dat soort dingen. Ja, maar Giel, je bent soms ook gewoon een beetje een noob. Ja, daar heb je gelijk in. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik kan ook niks anders op zeggen. Kijken. Wow, yo, kijk. Wat? Er zit zoveel in die minion. Oké, wacht. Dat ga ik meteen eventjes cell GUI. Doe ik zo. Ploep, 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 ploep,
Hoppa. En we hebben 250 euro verdiend. Hoppakee. Helemaal top. Dat is toch weer mooi meegenomen. En we hebben er helemaal niks voor hoeven doen. Alleen maar die minion gekregen. Want die hebben we letterlijk gratis. Het is echt niet normaal. Die minion die kan je dus gratis krijgen als je 10 uur speelt uit mijn hoofd. Ik weet niet. Moet je even bij speeltijdbeloningen kijken. Dus dat is echt super chill. En Alex, wat is dit nou precies voor een huisje? Hoe zou je deze stijl omschrijven? Het is een huis. Hij is een beetje bruin. Het lijkt een beetje alsof iemand op de muur heeft gepoept. Maar dat is niet zo. Okay. Maar hij is wel gewoon bruin. Ik ga maar weer gewoon door met bouwen. Hakken bedoel ik. Ga jij maar door met bouwen? Ik vind het er mooi uitzien. Ja, het ziet er mooi uit. Alleen kan ik nu niet meer normaal naar het huis kijken naar wat je net gezegd hebt. Maar goed. Hoezo niet? Maar niet uit. Ja, gewoon... Je hebt er overheen gepoept, zeg je? Nee. Ik niet. Beetje vies. Iemand beetje anders. Vies vind ik dat. Oh, iemand anders. Ik het dan weer zeker. Dat zal wel weer. Nou ja, ik zie jou dat wel doen, ja. Oh. Alex is een beetje op vuur vandaag. Dus even kijken. We gaan even deze hakken. En dan deze hakken. Oh, ik ben al de hele aflevering aan het cobblestone generatoren. Weet je wat? Ik denk dat ik wel genoeg heb. Je hebt toch wel genoeg voor het hele dak nu? Voor het hele dak? Even kijken. Er zit hier nog veel... Of we hebben bijna een stack hier nog en een halve stack. Ja. En we hebben nog wat charcoal hier zo. Oh, wacht. In die andere oven zat charcoal. Dus ik heb je hout eventjes gered. Wow, wat? Ja, kijk. Ik heb gewoon charcoal erin zitten nu. Ja. Oh, wat fijn, dankjewel. En dan heb ik hier nog deze voor jou. Ik weet niet of dat je die nodig had, die birds. Maar... Nou ja, ik kan altijd wel wat gebruiken misschien. Ik bedoel, anders kan ik het doorverkopen voor geld of zo op marktplaats. Oh ja, dat is goed. Dat kan inderdaad oprecht, als je dat wil. Oh, hier komt een heel buitenstuk nog of zo, of? Nee, dit moet eigenlijk nog opgevuld worden. Maar als je wil, kan er een buitenstuk komen. Dat is wel leuk. Ik denk dat ik dat eigenlijk wel zou willen bouwen. Zo van balkonnetje of zo, weet je wel. Dat je kan. Ja, je kan er ook gewoon een tuin van maken. Ik heb nog best wel wat dirt. Hier. Oh, dat is een goeie, Oké, ik ga hier een hele mooie tuin van maken. En dan ga ik dadelijk alle planten die hier zo staan, zeg maar, aan deze kant. Die ga ik allemaal daar neerzetten. Ja, dat is zo'n goed idee. Dat is een heel erg goed idee, denk ik. Even kijken. Zo. Ploep, 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 ploep. En ik denk zelfs dat ik ook iets van een vijvertje wil maken hier of zo. Dat is denk ik ook wel een leuk idee, hoor. Gewoon een soort van leuk vijvertje. Ja. Ik ga er iets moois van maken, Alex. Komt helemaal goed. Oké, dan ga ik het dak mooi maken. Dit is ook een beetje priegelwerk. Zo. En zo. Oh, dit wordt prachtig. Dit wordt geweldig. We gaan er gewoon het mooiste eiland ooit van maken. En, Wordt het sowieso wel als er nou eenmaal een huis op staat eindelijk. Het is alleen zoveel werk om dit dak goed te maken. Omdat je de hele tijd moet wachten op een paar blokjes. En dan weer een klein beetje verder kan pas maar. Ja, dat is waar. Maar het begint er te komen. Het ziet er goed uit. Oh nee, ik moet wel eventjes wat ducht hebben. Maar gelukkig, ik kocht dus eerst altijd van die grass blocks. En dat is veel te duur. Ik moet er wel eventjes eentje hebben zodat dit allemaal grass block wordt. Maar nu ga ik eventjes wat ducht kopen zo op deze manier. En heb ik nu bijna geen geld meer. Oh, ja, want als je dan een grass block hier neerzet, dan... Waarom maak je dit eigenlijk hoger? Alles is lager. Het gaat er mooi uitzien, oké? Ik ga je echt een soort van landschap van maken. Het is helemaal jou. Jij bent van de tuinman. En het gaat echt mooi uitzien. Let maar op. Even kijken. Ik ga hier inderdaad wel eventjes voor zorgen dat dit een beetje landschapachtig eruit ziet. En dan wil ik echt een soort van berg hiervan maken, weet je wel? Dat het echt... Het moet gewoon één groot landschap worden. Ik vind het zo lelijk als het zo'n plat eiland is, weet je wel? Ja, dat snap ik inderdaad. Het moet een beetje heuvelachtig worden. Precies. Ja, je snapt het helemaal, Alex. Je snapt het helemaal. Dit gaat er gewoon mooi uitzien. Dit wordt gewoon echt een prachtig eiland. Kijk, op deze manier. Hoppa. En ik zie dat we gewoon al bijna de border aan het aanraken zijn. Dus die moet ik misschien ook maar eens een keertje gaan upgraden. Oeh, wat? Dus er is wel een limiet tot waar je kan bouwen? Ja, maar die kan je dan upgraden en dan kun je weer een stukje verder. Oh, maar dat is zo cool. Ik ben trouwens begonnen met de laatste laag van het dak erop zetten. Dus het dak is bijna klaar. Oh, nice. Goed bezig. Lekker hoor. Dit gaat echt nice. Dit gaat echt goed. Dit gaat echt heel goed. Ja, nu schiet het inderdaad wel een beetje op nu het dak bijna een beetje af is, gelukkig. Ja, lekker hoor. Goed bezig. Even kijken. Dan gaan we dit hier zo plaatsen. Zo. Kijk. Hebben we... Of dan gaat dit eventjes mooi worden. Hier zo. En dan... Oh, ik moet eigenlijk gewoon nog zo'n stack kopen. Maar ik weet niet of dat ik nog genoeg heb. Dit is spannend. Even kijken. 64. Zo. Hoppa. En ik heb niet genoeg. Ah, dat meen je niet. Misschien... Als ik hier eventjes bij mijn visserminion kijk en wat verkoop dat ik wel genoeg heb. Dat ik vind het zou zo maf dat het nice een minion zijn. Is, terwijl het lijkt op gewoon een baby villager. Hé, hey, het dak zit erop trouwens. Hij is helemaal klaar. Echt? Ja, het dak is helemaal goed als het goed is nu. Als het zou regenen, dan zou het er zo afvallen. Dit ziet er heel erg cool uit, Alex. Dit ziet er oprecht heel erg vet uit. Dankjewel. Dit heb ik echt heel nice gedaan. Dit is heel dik. Echt, ja, bedankt man. Dit ziet er top uit. Wil je mij maar nog misschien een beetje dat er nog wel wat lampjes omheen moeten komen en zo.
Oh ja, dat is ook een goed idee. Ik zou dat even... Ik ga ze gewoon stelen van je farm hier zo. Waarom zet je trouwens ook lampjes tussen je meloenenfarm neer? Dan kunnen daar toch helemaal geen meloenen groeien? Echt niet? Nee, tuurlijk niet. Oh, wacht. Die stonden hier tussen. Oh, dat is echt stom van mij inderdaad. Ja. Oh, dat is heel erg stom. Oh, dat had ik helemaal niet door. Oh, nee. Oh, huh? Mijn gras wil niet verder groeien. Ik weet niet wat het is. Het gras heeft gewoon wat tijd nodig. Of je moet een liedje zingen. Een liedje zingen? Oké. Okay. Doe jij maar eens, Alex. Doe jij maar eens even een liedje zingen. Nee, het is jouw gras. Jij gaat een liedje zingen. Nee, ik durf geen liedje te zingen, Alex. Dat durf ik gewoon niet. Oké, dan niet. Weet je, jouw probleem. Ik kan niet zingen, Giel. Nee, ja, dat probleem heb ik dus ook. Misschien moeten we even de Noob speler vragen of zo. Die kan het wel. Noobie kan goed zingen. Kan heel goed zingen. Even kijken, dan gaan we hier dit weer een beetje doen. Ik probeer het wel een beetje random te maken hier zo dit gebied. Ik hoop dat het er echt een beetje uit gaat zien als een soort van berg of zo. Dat lijkt me wel nice. En dan, ik moet hier eigenlijk een iets groter vlak stuk hebben. Op die manier kan ik hier dadelijk onder een soort van... Ik wil een soort van waterstukje ook nog hebben. Dat lijkt me echt heel erg... Oh, dat is gaaf. Hier, water, kijk. Ja, hier moet Nee, Alex, kijk uit. Ik viel er bijna af. Hier gaan we een soort van waterstukje maken. Dus je kan het alvast neerzetten. En dan maak ik er een soort van... Ja, trouwens... Ik zou eerst de baan maken als ik jou was voordat je het water neerzet. Ja, precies. Maar dan moet ook zeg maar nog een... Oh, kun jij misschien nog een stack dirt voor mij kopen, alsjeblieft? Oké, alsjeblieft. Ik ga even naar de winkel. Even bestellen. Ja, is goed. Bestel maar even. Het is volgens mij vandaag besteld. Volgende seconde in huis. Dat is heel snel. Oké, dat is helemaal goed. Even kijken. Ik ga hier gewoon een lekker meertje maken of zo. Gewoon klein. Klein maar fijn stukje water. Waar je gewoon lekker kan chillen. En dan ga hier, Giel. Ik heb een stack dirt. Nee! Alex, wat doet... Nee! Wat? Ik dacht dat ik viel, maar ik vloog. Ik dacht echt dat ik naar beneden viel. Maar Alex, kun je niet nog even een stack kopen? Ja, maar ik heb net een stack gekocht. Ja, maar je gooit het naar beneden. Ja, maar het is nu jouw beurt om een stack te kopen. Nee, maar ik heb geen geld. Hoeveel geld heb je dan? Ik heb 35 geld. 35 maar? Ja, ik weet het. Ik kan er niks aan doen. Ik ben een beetje arm. Ik heb gewoon al... Alsjeblieft. Oké. Alsjeblieft. Ik heb nog een stack, alsjeblieft. Nee, niet gooien, niet naar beneden. Oh, Alex, dat ging er bijna verkeerd, hè? Zag je dat niet? Dat is dan €35. €35? Ja. Oké, weet je wat? /p Alex, €35. Hier, alsjeblieft. Yes! Woehoe! Ik heb geld verdiend door geld uit te geven. Ik denk niet dat ik winst heb gemaakt. Nee, dat denk ik ook niet. Je hebt wel geld verdiend, hoor. Echt wel. Oké, we gaan dit even vullen. Oh, je hebt ook nog water. Wat goed. Ja, ik had ook nog water. Hoppa, kijk eens even, wat mooi. We hebben hier een mooi riviertje. En ja, dit moet ik natuurlijk nog even wat verder bouwen. Maar misschien moet jij hier bij de achterkant nog een soort van achterdeur of zo maken. Is dat niet mooi? Ja, wil je dat hier een deur komt inderdaad dan? Ja, dat kan je wel doen. Ik denk dat het er heel erg vet uit gaat zien eigenlijk. Gewoon een normale achterdeur. Dat gaat er vet uitzien, man. Even kijken. En dan kunnen we hier eens eventjes wat dingen gaan stelen. We gaan hier eventjes wat planten stelen. Maar welke planten gaan we stelen? Ik denk deze. Zo, die wil ik hebben. Die wil ik hebben. En die gaan we dan daar zo neerzetten. En dan gaat het er heel mooi uitzien. Dat is in ieder geval de bedoeling. En ja, dit gras moet ook nog groeien. Maar dat gaat gewoon eventjes duren, weet je. Ik hoop wel dat het groeit uiteindelijk. Ik denk het wel. Kijk, dan hebben we hier even wat plantjes staan. Ja, het is nog een beetje weinig qua plantjes. Maar uiteindelijk ga ik hier nog wel wat meer neerzetten. En dan moet het echt een super groot landschap worden. Ik denk dat het ook veel mooier is als ik gewoon een landschap maak van dit eiland. Dat mensen hier komen als echt denken van wauw, weet je wel, dat echt gewoon heel mooi is. Een landschap, kan je hier een landschap van maken? Ja, ik ga hier een landschap van maken. Kijk, dit wordt dan een beetje het begin van een dirtberg en dan... Ja, dit wordt mooi. Dit wordt mijn landschap, of ons landschap. Sorry, ons landschap. We hebben deur gemaakt. Ja, dus we kunnen nu naar binnen en naar buiten. Het huis is nu een beetje afgesloten, dus dat is wel fijn. Oh, serieus. Oh, kijk. Oh, dit is een hele mooie deur. Ik zie nu trouwens dat er nog wat mist op het dak. Oh, wat dan? Hier missen nog twee blokjes. Oh nee, die had ik niet gezien. Oh nee, nu is die al. Even kijken hoor. Ik kom even kijken. Wat missen er dan? Ik zag er niet. Zo aan de zijkant zaten nog niet die randjes. Ah, nou het ziet er heel erg mooi uit, Alex. Het huis is prachtig geworden. Ik wil het wel eventjes zien vanaf binnen. En oké. Dit ziet er wel heel erg ruim, vet uit. Ik bedoel, hier kan ik gewoon mijn PlayStation zetten, zodat ik hier kan Minecraft en Robloxen. Hier ga ik dan een keuken maken voor mezelf, zodat ik daar zelf kan eten. Hier komt mijn bed te staan, denk ik dan, met mijn vuilnisbak ernaast. En misschien nog met een extra iPad erbij, zodat ik daarop lekker kan gamen. En jij kan in de tuin slapen. In de tuin slapen? Nee, Alex, kom op. Dit was toch voor ons allebei?
Ik heb hier al de cobblestone gehad. Er is toch weinig plek als ik al die dingen voor mij al heb en jij bent toch de tuin aan het maken. Weet je wat, Alex? Ik denk dat het een goed idee is als ik een keertje een mooie kelder ga maken hier of zo. Of een bunker, weet je wel. Ik denk dat je in de kelder wonen. Ja, dat doen we dan. Dan ga ik daar wel wonen. Mag jij hier? Oké, dat is goed. Heel goed idee. Ja, laten we dat dan maar doen. Wil je nou meespelen op Skyblock? Dat kan met het IP play.kleurstap.nl. En je kan zelfs naar mijn eiland toekomen met /spelerwarp Giel. En dan kan je gewoon mijn eiland zien. Kan je hier lekker rondlopen. En dan kan je zelfs al dingen zien die nog niet in de video's te zien zijn. Mocht de volgende video al online staan, staat die hier. En dan wil ik jullie allemaal enorm bedanken voor het kijken. En dan zie ik jullie hopelijk morgen weer terug bij een nieuwe video. Doei doei!